Het Franse Total Energies en het Amerikaanse Apache hebben olie aangetroffen in de Sapakara South 1-put in blok 58. Het gaat om de vijfde grote olievondst voor onze kust door deze bedrijven. De andere vondst is gedaan door de Maleisische oliegigant Petronas en wel in blok 48. Eerder was reeds goede hoop dat de Sapakara-ontdekking vruchten zou afwerpen. Sapakara South 1 appraisal put is dus op basis van die vooruitzichten geboord om de eerder gedane Sapakara-ontdekking verder te verkennen. De put heeft een goed met olie verzadigde laag of een reservoir van 30 meter aangetoond. Het reservoir is van goede kwaliteit, hetgeen bevorderlijk is voor een goede productie. Exploitant Total Energies is thans begonnen met andere boorwerkzaamheden bij de put Keskesi. Al deze appraisal putten moeten voldoende olie aantonen om een eerste productieplatform in de Surinaamse wateren te rechtvaardigen. Met dit heugelijk nieuws feliciteert president Chandrika Prasad Santokhi de gehele Surinaamse samenleving met de olievondst. Hij geeft daarbij aan dat mensen de hoop niet moeten verliezen en dat de regering ervoor zal zorgen dat het Surinaams volk hier maximaal profijt uit zal halen. Zo meldt het CDS in een persbericht.